shit. Ja, ik ben helemaal gestrest. Oh, is dat een treinkaartje? Nee, dat kaartje. Naast de mensen op het hoofdkwartier zijn er ook 3 mobiele Hunter teams actief. Dit zijn ze dan, de voortvluchtige Robin en Ashley, vandaag in Schagen. Inmiddels kunnen ze weer rustig door de stad wandelen, maar ze wisten niet hoe snel ze weg moesten komen toen in juni dit jaar plotseling de telefoon ging. Zeker, we zaten hier te ontbijten en toen werd Ashley gebeld. En toen moesten we maken dat we wegkwamen. Dus, En dan is het van, spreek met Ashley. Ik zeg, ja, dan spreek je mee. Je hebt een uur om weg te komen. Nou. Voor ons zijn vanaf dit moment op de vlucht Robin de Vriezen en Ashley de Graaf, allebei uit Schagen. Ik ben eigenlijk totaal geen type voor zulke soort dingen. Ik dacht, ik ga gewoon mijn eigen grens verleggen. En ik vind het ook wel spannend. Het is eigenlijk ook wel een beetje een kinderdroom om onder deze omstandigheden aan zo'n spel te mogen meedoen. Het is gewoon ontzettend heftig als je je realiseert hoe erg je in de gaten gehouden wordt. Telefoon stond er niet aan. Ja, eentje staat aan. Tim de Vries, afscheidsborrel. Ja, eigenlijk alles wat met technologie te maken heeft, dat kan jou vinden. Ik ben er wel achter gekomen dat het echt nog vele malen erger is dan ik al dacht. Ja. Nou, we hebben een super ervaring gehad samen. Ja, niemand neemt ons dit meer af eigenlijk. Dat is het wel. Robin en Ashley zijn helemaal klaar voor het volgende avontuur. 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. En weg zijn ze. Nou ja, vanaf komende week elke maandagavond op NPO 3.